Hey schat. Hoi. We gaan ook interviewen nou, joh. Ja, we doen een war van interviewen. Oh ja, echt ineens. Oh, wordt ineens zenuwachtig nou, joh. Ja. Wij gaan nu naar iets heel spannends toe, want vanavond is de grote avond van de Marktplaats Goudmijn Fashion Show. En die gaan wij lopen! Zo leuk, er zijn allemaal bloggers die komen, ook Monica Geuze en Queen of Jetlag zag ik staan. Allemaal coole vloggers en bloggers. Ja. En die gaan dus allemaal in een outfit de catwalk op, die ze dus gaan verkopen op Marktplaats. Dan kan je op gaan bieden. Die gaan ook vanavond dan live, onze outfits. Ja. En wij hebben ook een hele leuke outfit samengesteld. Ja, waar we eigenlijk gewoon van af willen. En, maar toch heel leuk is. Dus ja. Dat ga je zo zien. En we hoorden ook dat Mitzi er weer is. Mitzi die doet gewoon de make-up van alles. Dus die gaat ons straks weer lekker opmaken. Wel heel gezellig. We zijn al een beetje opgemaakt, maar ik ga er ook niet aankomen. Nee. Met een soort blote billen gezicht. Tuurlijk niet. Oké, nou whatever. We moeten wel gaan eigenlijk, ja, hè? We zijn alweer te laat. Ja. Nou, we zijn aangekomen in de Vondelkerk. Ja, en we moeten ons gelijk omkleden, want dan krijgen we catwalkles. En ja. We gaan daarna de visagie in of andersom, I don't know. Nee, maar we moeten in ieder geval nu eerst onze outfit aantrekken. Dat gaat wel koud worden. Al heb ik het nu bloedheet. Ja, ik heb het nu ook wel heet van die fiets. Oké. Okay. We staan nu bij de catwalk, waar het allemaal gaat gebeuren vanavond. En we krijgen nu catwalkles van Dionne. Vet leuk. Ik kan namelijk echt niet lopen over een catwalk. Tenminste, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk niet dat ik het kan. Je moet gewoon bluffen, fake till you make it. Leuk. Ja. We hebben een maand geleden onze spullen in New York gehaald. Ja, jij woont. Kijk hoe dik deze kerk is. Ja. Hoe goed. Jawel. Leuke muziek. Wordt dit het muziekje? Aan de buitenkant. Ja. Nou, we hebben net gelopen. Ja, we moeten nu gelijk. En het ging zo zien. Volgens mij ging het wel goed. Heb ik het idee. Ja. En nu gaan we snel de make-up in. En haar. Kijk hoe cool het hier is beneden. Zo vet. Ik vind het best wel vet. Ik wil dit gewoon later in mijn huis. Oh, daar is het nog wel. Oh, ik loop een spiegel. Ik heb wel allemaal wonden op mijn benen, maar goed. Oh, we zijn er. Hey, Mitzi. Hey. Nou, we zijn in de visagie. Ja, toch? Oh ja, daarom. Ik zit open. Mitzi is er weer en die gaat Fietje opmaken. Ja, dat is echt wel heel veel. Haar wordt gedaan, make-up is al een soort van afgelopen. Ik hoop dat het er een beetje op blijft zitten tot vanavond. Toch? Zeker. Ik moet pas over 3,5 uur op. Ik heb het aangezet. Voelde je het goed? Ja. Hoi. Leuk hoor. Mensen die heeft weer een nieuwe trut. Wat dan? Nee, dit is dus een zieke droogshampoo. En die ruikt dus heel erg. Maar kijk even hoe Mitz dat is. Dat... Die doet het dus heel dichtbij en die wrijft het erin. Oh. Maar hij is dus heel koud en nu wordt ze heel boos. En dan krijg je dus heel veel volume. Ja, een soort van stikstof tegen mijn hoofd uit. Dat wordt maar niet. Nou, ik heb dit shirtje heel veel plezier van gehad van de Zara. Echt zoveel gedragen. Het ging door mijn kast om te kijken wat ik weg wilde doen voor deze show. En toen zag ik deze en toen dacht ik, oh, die heb ik gewoon echt al 2 jaar niet meer aangehad. Ja, en dat is wel een teken dat je het weg moet doen. Deze rok, heel mooi, een soort zijde rok van de H&M Trend.
superleuk, maar nooit aan. En dan de hakken van de Zara, ook wel redelijk veel aangehaald, maar zien er toch, ik weet niet hoe, vet mooi nog uit. Gewoon helemaal, ja, gewoon bijna zoals nieuw. Ja. En dan het sjaaltje, dat is van de Scarf Shop. Ja, ik heb zoveel sjaaltjes, ik dacht, ja, ik doe er even een en weg. Waarom doe jij deze outfit weg, Fiet? Oké. Waarom? Omdat ik het eigenlijk allemaal nooit aandoe. Ja, goede reden. Ja, ik heb die rode pumps echt gewoon voor schijt gekocht. Ja. En dan zijn echt zo goed als nieuw, ik heb ze nog nooit aangehad. Leuk, ik moet nu een catwalk gaan lopen en ik heb ze nog nooit aangehad. Dan een rokje van de H&M, die heb ik wel een paar keer aangehad trouwens. Maar ja, ik vind het gewoon niet meer, ik weet niet. Het is wel cute, maar ik doe het gewoon niet aan. Nee. En dan dit blouseje van Lofies en ja, dat heb ik eigenlijk ook nooit gewoon aangedaan. Het is ook net te kort eigenlijk, behalve als je dus iets heel hoogs aan hebt. En dat sjaaltje, om heel eerlijk te zijn, was dat gewoon om deze outfit voor nu op te leuken. En ik vind het ook niet heel erg dat hij dan weggaat. Maar ja, die vind ik eigenlijk nog best wel leuk. Nou, Fred gaat ons even interviewen. Hoi. We gaan ook interviewen nou, joh. Ja, we doen een war van interviewen. Oh ja, echt ineens. Oh, wordt ineens zenuwachtig nou, joh. Ja? Wat vind je van dit initiatief? Ja, vind ik heel leuk. En wij hebben zoveel kleren, dus ik dacht, nou, ik kan sowieso wel een outfitje maken dat mensen dat kunnen kopen. Ik heb zelf ongelooflijk veel kleding en het is zo zonde om dat gewoon bij het groen vel te zetten. Hoe leuk dat je nog iemand anders er blij mee kan maken. Ik denk zo 100 euro voor de hele look. 100 euro? En wat heb je ervoor betaald? Ja, ik denk het dubbele. 200? Ja, zoiets ongeveer. Ik vind het fantastisch dat je eruit ziet. Ik heb het al een hele tijd, dus ik weet het niet meer goed. Maar ja, ik doe het allemaal weg. Hoe hoog? Hoeveel centimeter? Kan jij dat mij zeggen? Wacht even, ik hou hem even vast. Oké. Oh, dat doe je wel op een hele sensuele manier. Gemiddeld. Dank jullie, lieve meiden. Wij zijn natuurlijk nu in een kerk. En ik zie daar een heel spannend hoekje. Want kijk, je hebt al allemaal bogen zo. Even kijken wat hier zit, volgens mij. Wow! Oh my god! Niet. Nou, dit is niet normaal. Wat is dit dat? Dit is veel te zien, dit. Nu wil ik het ook zien. Moet je even kijken. Oeh. Wat is dat dan? Kruidruimte. Oh my god. Wat is dat? Oh. Even schouderklopje voor mijn acting skills. Ja. Want een buitenstaander tuinde erin. We zijn nu bij de generale repetitie en het is echt een chaos. Anders moet het opnieuw. En het gaat, want we zijn gewoon met 50 meisjes. Hele 50. En het is gewoon, maar het is wel leuk. Het is wel lachen. Hebben we het allemaal gehoord? Yes. Hebben we het allemaal gehoord? Ja. Hier heb je Vita, want we moeten nu op en ik moet ook nog plassen. Oké, doei. Nou, we gaan nu op. Tot zo. Ja, wil ik even zeggen. Doei. We zijn dus net klaar en het ging super goed. Ja. Het was echt zo leuk om te doen. Het was echt, nou ja, het was zo voorbij. Seconde voorbij, ja. Want je ging op
eraf. Nou ja, je weet het hoe met een catwalk werkt. En daarna was helemaal confetti en feest, want er was ook een winnares die de leukste look had. Wij niet. En, en er was ook allemaal pers aanwezig. Ja. Dus we hebben ook nog allemaal leuke interviews gedaan en foto's. En er waren 6 volgers van ons. Ja, dat was zo leuk om die te ontmoeten. Want zo leuk. Wij, ja, we zien natuurlijk nooit wie onze volgers zijn. En als je dan een gezicht ziet, ja, dat is gewoon echt, echt leuk. Ja, je herkent wel vaak namen. Ja. Met volgers die dan vaak reageren op Instagram of YouTube. Omdat je dan opeens een gezicht krijgt bij die naam. Dat je denkt, oh my god, ja, jij bent X. Kusje, yeah. X.C. En ze zeggen dan ook allemaal, ja, zo grappig om jullie nu in het echt te zien. Want ik heb het gevoel dat ik jullie al ken en vriendin van je ben. Omdat, ja, jullie zien ons natuurlijk elke dag. Ja. Dus dan lijkt het me ook wel heel raar, ja, als je elkaar dan opeens in het echt ziet. Ja, ik ben zo benieuwd of mijne wordt gekocht. Maar volgens mij worden de items wel los verkocht. Ja, dacht ook. En er kwam net al helemaal een vrouw naar mij toe van, die schoenen die je aan hebt, verkoop je die ook? Helemaal zo van, ik wil het. Welke maat? Welke maat? Dus ik zo, ja, nee, die verkoop ik ook. Het is gewoon de hele look. Ja. Wat gaan we doen richting huis? Laat nog heel even boven kijken. Ja. Hi, we zijn net thuis. En het was zo leuk, we zijn nog even blijven hangen. En ja, het was echt heel gezellig. En we zijn alle twee echt kapot. Het was toch eigenlijk best een lange dag. Ja. En nou ja, morgen gaan we alle twee, of tenminste Elise gaat mijn les doen om 8:00 ochtends. Ja. Maar ik moet er dan om 7:30 zijn. Dus nou ja, het is nu 11:00. Dus ga jij de nieuwe playlist doen? Morgen nog niet. Ik wil zo graag een nieuwe playlist. Ik ga morgen, want ik weet dat ik heb geoefend, maar ik voel me er gewoon nog niet zeker over, maar ik ga hem donderdag voor het eerst uitproberen. In ieder geval, we gaan hem afsluiten. Ja. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Wij vonden het in ieder geval wel een hele leuke dag, hè? Hey. Nou ja, alsof je vermoeder bent. Ja, nee, daarom. Ik hoorde mezelf praten en ik dacht, nou, dit is natuurlijk eigenlijk Vita's vlogdag, maar ja, soms kan dat gewoon niet, omdat we dan de hele dag samen zijn. Ja, maar ja. Maar alsnog, goeie, was het fabulous. Vergeet je niet te abonneren. Ja, ik ga nu echt ophangen hoor. Ophangen? Oh ja. Gooi de hoorn erop. De hoorn. De mensen. Dat is echt, ja, echt mensen iets die uit onder de jaren 90. Ja, mensen die onder de 25 zijn weten niet wat dat betekent. Nee, die weten niet wat een hoorn is. Ik gooi nu echt de hoorn op de haak. Hoorn, hoorn. Op de haak. Ik gooi de hoorn op de haak. Ja. Dus vergeet je niet te abonneren, te liken en te commenten. En dan zien we je morgen weer.